Goed zo. Goed zo, Ivy. Ja. Deze camera die gaat er vanaf. Ja. Wat en wat een stom ding is de klas is dit. Ik denk, je doet hem even aan om te laten zien en hoe het eruit ziet. Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag zaterdag 10 december 2022. Het is nu 10:55. Ik ga zo meteen mijn jas aan doen. En ik ga zo meteen weer goed gemutst de deur uit. Ja, zoals jullie nu kunnen zien. Ik ga mijn jas aan doen. En ik ga zo de hondje uitlaten. En wij wensen jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ze heeft wat en geroken. Ze moet erbij. Ze kan dit niet hebben. Kun je het vinden, schat? Daar hebben we Beauty, daar hebben we Lady. Zij heeft iets geroken. Maar wat? Ga kijken, ga mee zoeken. Wat heb jij geroken dan? Ga en ga pakken. Ga pakken dan. Zij gaat wel lekker gras eten, ook goed. Oh, dan wordt ze zo en zo erg gefrustreerd, hè? Ik kan ze het zo niet hebben. Ze zal een mocht hebben. Veldmeisje of zo, ik weet het niet. Je zag iets gaan en in één keer is het pats. Gaat ze graven. Ze is lekker gefrustreerd, jongen. Oh, wat ga ik hier goed op, hè? Nee, ik ga weer lekker verder lopen. Ja, want zij wil ook. Ik moet zometeen om 10:50 wakker bellen. Dag! Zo. Ja, en ik ga lekker lopen. Lady, rustig. Lady, rustig. Goed zo. Goed zo, Ivy. Ja. Goed zo. Pak ze dan. Pak ze dan, Lady. Hoe ga je ook mee graf? Oh, kom dan. Pak ze dan. Lady. Lady, pak ze dan. Ga daar weer lekker graven, schat. Kom. Ga, pak ze. Pak ze. Pak ze dan. Nee? Heb je weer genoeg gehad? You make my heart, I see you make my heart.
Zo, volgens mij herkennen jullie deze garage nu onderhand wel, ik weet het niet. Maar ik kwam dus nu net ook ergens achter en daar ben ik zo niet blij mee. Kijk, er vindt iemand leuk in de wijk om mijn auto te gaan beschadigen. Ja. En is nog een flinke ook, want hij loopt dus vanaf hier, ja, helemaal hier naartoe. Dus kun je nagaan. Vanaf hier dus. Tot aan daar. Dat is gewoon mijn hele achterbumper. Dus ja, ik weet niet wie deze malloot dat heeft gedaan. Maar daar kom ik toch niet achter. Maar bij wie zijn we nou? Bij ons Glen. Bij Glen zijn we weer. Mag je die hele snoer er ook helemaal uithalen zeker dus? Die, en die hele snoer zeker? Of? Nee, alleen de camera doen. Oh ja, tuurlijk. Ja. Alleen de camera. Dus deze hele bumper gaat er ook zo weer vanaf. Ja. Maar ja. Hè. Schandig. Auto slopen van en van iemand anders. Waar haal je het eigenlijk je lef vandaan? Waar haal je dat eigenlijk vandaan? Om gewoon eigenlijk gewoon een auto in te slopen. Ik snap het niet, maar het kan aan mij liggen. Maar... Het doet even zeer, maar hè, alles, ja, ja, ik ga het ook niet zeggen ook, nee. Maar jij, het, zij, je bent gewoon dom bezig, ja. Deze camera die gaat er vanaf, ja, wat en wat een stom ding is de klas is dit. Ja. Zo, die is er vanaf. Maar je zag ook in dat je net naar achteren reed dat en dat mijn parkpilot... Ja, maar we zitten aan hetzelfde vast, hè. Ja. Dat was de vorige keer ook. Maar weet je ook hoe ik die winterprogramma met dat plink eruit af kan halen? Want er is heel een paar aan hooi van, echt waar. Kan. Dan moet ik heel even goed na gaan denken, want dan kan je die gratis kan je als goed dus in het menu instellen. Ik word daar zo moe van. Geef mij maar gewoon een plink als er echt iets aan de hand is. Ja, ik vind het ook stond irritant, maar ik heb mijn eigen daar niet helemaal in verdiept. Ja. Maar we zijn ook niet alleen maar voor deze camera, want Ro en Roos ook mee vanzelf. Ja. Ik zal jullie wat laten zien. Kijk, ik wel hoor. Kijk, ja, dat is fijn. Maar ik heb hier een hele mooie doos. Ja, en daar zit het een en het ander in voor deze iets. Ja, voor de rest zeg ik nog niks. Nee, maar het zit wel in deze doos. Ja, dat gaan jullie straks lekker mooi zien. Ja. De camera die zit er alweer op, ja, dat heeft hij heel snel gedaan. Die muts is lekker warm, hè? Ja, maar hij is te klein voor mijn hoofd. Ja, en ook voor hem. Ook voor Ro. Dus Ro die heeft al iets van hier, alsjeblieft, heb je er nog een? Ja. Maar er zijn dus nou 3 auto's, hè, van deze kleur, hè? Ja? Ja. Nee, ik durf het echt niet te zeggen. Ja. Eentje heeft Bas en eentje heeft iemand uit Rotterdam en dan ik één. Okay. 2 stations en deze kleine. Ik vind het heel erg fijn, hou ik daar allemaal niet meer bij met 2200 leden. Nee, dat snap ik. Snap ik. Flauw, hè? Heel flauw. En dan is hij één van het beheren. Minimaal een lijstje met alleen met een...
kentekens, woonplaatsen, kleurauto. Ja, nee, daar ga ik niet aan beginnen. Ik heb het allemaal uit je hoofd, weet je. Daar ga ik niet aan beginnen. Moet je ook niet doen. Ik heb op het werk ook al kopzorg gezet voor alles zorgen dat alles goed blijft lopen. Dus daar ook nog bij moet regelen. Maar ik kreeg van de week zelfs nog een compliment, hè, van Pat. Ja? Dat die vlog zo goed bekeken is. Kijk. Dat is goede nieuws. Ja? Dat is goede nieuws. Ja. Ja, oh. Ja, nee. We hebben weer een camera. Ja. Ja. Kijk, en zo zie ik mijn kofferbak eruit nog steeds, jongens. Ja. Zo. Wel, nee. Het is geen zoetje. Zo. Ja. Zo. Dat is beter, de hypotheekkaart. Ik denk, je doet hem even aan om te laten zien hoe het eruit ziet. Dit is dus mijn knipperlicht. Nou, die worden niet vervangen. Kijk. Nee, jou worden dat anders nieuwe koplampen. Hè? Voor jou wordt dat nieuwe koplampen als je dat wil doen. Ja. Nou, zo ziet dat er nu uit. Maar er is nu iemand bezig. Ja. Met een doosje. Met een doosje. Met een doos. Oh, lekker hier warm. Oh, ik ga ervoor staan, sorry. Lekker warm. Ja, dat maakt niet uit. Zo. Je moet daar gewoon even die spiegels weer even goed zetten. Ja, nee. Joh. Je meent het. Anders kan ik ze er nou niet uit kijken. Joh. Moest ik dat doen dan? Ja, dat klopt wel. Wist ik nog niet helemaal. Dan mag ik ze ook gewoon laten staan zoals ik ze daar zet. Maar als je dan ongelukken maakt, is het voor je eigen rekening. Joh. Dat is toch prima. Weet ik toch. Nou, dan gaat hij mijn spiegel eruit slopen. Als je wilt. Wat? Nou, dat hoop ik niet voor hem. Scheelt, hè? Ik heb dezelfde auto, hè? Ja. Bijna. Mijn oom had een keer... Alleen dezelfde en dat gaat niet, hè? Niet? En dezelfde. Hoi. Eenzaam. Dat gaat niet. Zo, kijk. De spiegel die hangt daar. En kijk, zo ziet dat eruit, jongen. Dankjewel voor je handie. Dat is handig. Dan zie je hem meer. Je hebt ook een. Precies dat. Ja, maar hij wil dat zelf het liefst doen, dus dat laat ik ook aan hem zelf over. En ik kan moeilijk achter hem gaan staan, maar dat gaat nou niet. Hij moet toch de hele tijd lopen. Ja, kijk. Kijk, en ik ga niet alles prijsgeven. Ja, maar daar ben ik wel gewend ondertussen. Jullie gaan zo meteen zien hoe het eruit ziet. Nou is mijn kap ontmanteld. Ja. En dit is een leuke... Kijk, is ook handig. Normaal zie je dat niet. Nee, normaal zie je dat niet. Nee. Dat is zonder kap en dat is nog met kap. Ja. Lekker warm, schat, hè, daar. Ja, anders ga je daar toch even weer zitten. Ja, sta ik voor. Wat een bedrading en zo, ja. Nou, dit is nog inderdaad de oude, zoals jullie kunnen zien. Maar, onthoud dit, hè. Ja, onthoud dat. Ja. En kijk eens hier. Oh, is het nice? Oh, wat is dit mooi. Peter, de hypotheker. Oh. Oh, kijk. Nou, die zit er ook weer op. En dan gaat hij dus zometeen het eerst even vastschroeven. Dus deze zit dit nu op. En die. Zoals je kan zien. Wat een verschil. Het is weer een upgrade voor de auto. Ja. Vette upgrade zo. En dan weer eens even gaan sparen voor weer wat anders, hè? Voor erbij. Ja. En zo blijf je bezig, hè? Ik ken er alles van. Ja, ik weet het.
Zo. Kijk. En dan zien we het op deze manier. Kijk eens, jeetje. Oh, wat ziet dit er satisfying uit, hè? Kijk. Oh, ziet er fijn uit, hè? Moet je aan deze kant komen, dat is veel mooier, hè? Het lijkt ook wel... Helder. Helder, vele malen. Nou, en toen stond Roos zijn auto binnen. Ja, en dan gaan we hetzelfde doen als bij mij. Dat zijn de knipperlichten. Ja. En hier zat een heerlijk, lekker warm kacheltje. Heerlijk. Hoe? Dat heb ik niet gezien. Hij staat wel mooi op, schat. Ja. Is dat ergens in, hè? Twee knikken door de... Oh, dat is een druppeltje vierkant. Wat is dat dan? En je hebt alleen maar rode verlichtingen, schat. Ja. Goed en wit. Ja. Dat is helemaal niet erg, hoor. Ik heb ook alleen maar rood en wit. Zo. Nou, dan gaat hij dit dus bij rood doen. Ja, ontmantelen.nl. Hoe ziet dat er bij rood uit? Hetzelfde. Ja, joh. Joh, je meent het. Alleen dan zijn de lipjes niet paars, maar grijs. En ik weet, jij deelt niet dezelfde mening, maar grijs is wel mooier. Hey bek jij. Hey bek. Hey bek. Mooi paars is niet lelijk. Nee, maar toch liever grijs. Nee, maar en dan moet hij het eens een keertje gewoon goed schoon houden. Eens of eens? Vind ik bij iedereen die auto rijdt, maar ja, dat is mijn mening. Dus, schat, schoonmaken je auto. Moet ik hem gaan schoonmaken of ga jij het schoonmaken? Ik ga hem dan wel vandaag schoonmaken, als je maar achter me aanrijdt. Maak ik hem schoon op mijn kosten? Nee, jij maakt hem gewoon schoon. Met een lapje. Nee. Niks was staat. Wat? Ik betaal. Niet jij, ik betaal de wasbox. Oh. De wasbox, ja. Ja. Ik ga dat niet met een doekje doen, gewoon met en met een hoge drukspuit erover. Nee. Gewoon een sponsje. Schuif het! Een schuursponsje. Een staal, dat is een staalborstel. Ah joh! Lekker zotte hier hoor. Lekker schoonwrachten. In welke... Zeker dat al het vuil eraf is. Ja, in welke kleuterschool ben ik nou weer beland dan? Wat verdikkie. Ik ben de tandenborstel schoonmaken dan. Ja, wat jij wil, schat. Helemaal goed. Helemaal goed. Ik ben 2 weken mee bezig, denk ik. De wat? Ben je al 2 weken mee bezig met het tandenborsteltje? Ja, bijna wel. Ja, maar dan moet je wel. Ligt er wel nog voor opschieten, of niet? Zo, en nou leer ik Glenn echt eens een keer kennen. Huh? Nou, goed hoor. Kan je start-stop-systeem uitzetten als je wil? Nee, dat raast. Soms doet hij het wel, soms doet hij het niet. Ja, dat ligt er net aan wat... Nou, je accu slechter wordt, doet hij het minder. Als jouw accu dadelijk zo goed is, en ik zeg, mijn nieuwe accu is, doet hij het waarschijnlijk weer vaker. Okay. Want dat heeft te maken met de spanning waarin je accu zit, mm-hmm. of je uitgaat of niet, en de buitentemperatuur. Okay. Want als het buiten min 20 is en jouw auto valt uit, dan werkt ook jouw verwarming niet. Nee. Nee, dus dan wordt het te koud, dus dan zeggen ze ook van, dan moet hij gewoon aanblijven. Mm-hmm. Nog meer dingen waar je van zegt, van dat wil ik weten of... Er zit zoveel in... Voorlopig niet moeten zeggen. Nee. Dat is niet zo interie weten. Nou, dat maakt niet uit. Ik heb eten hier voor mijn neus staan. Ik ga nog even op bed eten. Ik ga nog een filmpje kijken om... 8 uur gaat mijn wekker. Dus ik ga deze vlog lekker afsluiten. Want morgen staat er een hele leuke dag op de planning. Ja, dat zie je zeker. Maar dat is voor morgen. Ik ga nu eventjes lekker tot mezelf komen. Ja. Het is even een hele rare maand. Gewoon, ja.
van alles. November operatie, november iemand overleden. Deze maand iemand overleden, de kleinzoon van mijn schuin onderbuurvrouwtje, die er ook helaas niet meer is. Die mogen we volgende week woensdag ook weer wegbrengen, dus het is zo bizar gewoon allemaal. Het is niet echt mijn maand. Het is niet mijn jaar. En dat en voor vele anderen niet. Nee. Maar ja, ik ga nou even niet zitten janken. Heb ik even nu ook geen zin in. Die tranen komen later wel. Ja. Ik ga nu even lekker ontspannen. Want dat zeg ik. Morgen is er wel weer een hele leuke dag, jongens. Dus ik zou zeggen, blijf vooral kijken. Want morgen wordt het een superleuke dag. Want ik ga iemand ontmoeten. Ja, en diegene die gaat ons ook ontmoeten. Ja. Dus ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen. Ciao.